4 jaar lang was alles gericht op dat ene doel. De Olympische Spelen van Tokio in 2020. Wij volgden de afgelopen maanden Gelderse Olympiagangers op weg naar Tokio. Maar door het coronavirus is alles platgelegd en zijn de Spelen verplaatst naar 2021. Er is echter één verhaal dat we u niet willen onthouden. Het verhaal van een kleine jongen uit Egypte met een grote droom. Karim El-Zoghbi op Amelia. Zo, die heeft ruimte over. Het publiek leeft mee, dat voel je ook. Daar wordt de bal getoucheerd. Maar hij zit nog steeds op nul. Hij is snel hoor. En nu? Vol gas! Jeetje, Nina. Ja, ja, geweldig. Schitterend. Nou, dat is fantastisch hoor. Prachtig. Sympathieke ruiter deze. In de eerste plaats. Koning kan er ook van genieten. Mooi. Het verhaal van springruiter Karim El-Zoghbi. Hij groeide op in Cairo naast een renbaan en schreef een brief toen hij 7 jaar oud was, waarin al bleek dat hij een droom had. Hij wou naar de Olympische Spelen als springruiter. Maar zijn vader overleed toen hij pas 2 jaar oud was en zijn moeder moest keihard werken om voor haar 2 zonen te zorgen. Geld voor de paardensport was er niet. Toch zocht ik hem een paar weken geleden op zijn eigen manege in Velp, waar hij mij voorstelde aan het paard waarmee hij hoge ogen wilde gooien in Tokio. Je moet het gaan doen. Ja, die hebben gekocht toen met een vriend toen hij 3 maanden oud was. Ja, echt? Ja, 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 ja. En nu? En nu is hij 10. Oh, dat mag niet. Dat weet je, dat mag niet. Ja, hij weet het wel. Ja, dat is altijd moeilijk. Kijk dan. Ja, zie je, hij weet het wel. Oh. Hè? Zie je, dat is wat ik bedoel. Dat is wat ik bedoel. Zo'n berouwvolle blik. Eerst bijten en dan... En dan zielig doen. En dan zielig doen, ja. Maar je hebt hier geen gezin opgebouwd? Nee. Het was echt... Niet te doen, die Nederlandse vrouw en mannen. Nee, ik heb een Nederlands vrouw. Je hebt een Nederlands vrouw. Ja, ik heb een Nederlands vrouw. Maar ik had echt één doel voor mezelf. Om het te halen. En ik heb het nog niks gehaald in mijn ogen. Ik moet, ja. Dat begrijp ik niet. Je wil meer en meer en meer. Ik maar bedoel... dan niks gehaald. Je hebt 3 Olympische Spelen meegedaan. Ja, maar ik wil een keer goed meedoen. En ja, daarom was deze ook. Ik heb hem samen met een vriend van mij. En ik heb altijd die paarden verkocht. Om te kunnen leven. En dat is altijd moeilijk. En ja, voor Beijing bijvoorbeeld ging die eigenaar de paard verkopen 2 maanden voor de Spelen. En toen heb ik een hele andere paard genomen. Ja, dat was altijd heel moeilijk voor mij. Dus eigenlijk, dat is de eerste paard dat ik heb hem van jong af aan topsport. Dus we mogen nu eisen gaan stellen aan je prestaties. Ik ook om mezelf. Kunnen nu, komt er nu niet meer weg. Nee, ik ook om mezelf. Ik ook om mezelf, ja. Echt. Maar wat zou kunnen? Wat is haalbaar? Ja, goeiedag, alles zit mee. Alles zit mee, bijvoorbeeld met Amelia. Ik merkte wel dat de 3e dag van de Spelen was heel moeilijk voor haar. En dat moet voor een paard die klaar is, moet dat 5 dagen kunnen doen en niet 2 dagen. Nee, nee. En dat omdat zij... Het toernooi duurt langer. Ja, omdat zij heel nerveus is, dan neemt dat heel veel van haar over. En als een paard rustig en vertrouwen in een ruiter heeft, dan is dat veel simpeler. Ik doe met hem veel simpeler de grote prijzen. Oké, zij won heel veel. Grote prijzen won ze. Ik bedoel, ze heeft dit voor mij kunnen maken ook. En, dus ja, zo simpel is het. Maar ik merk wel met hem dat hij heel nuchter over dingen is. En ja, dat is heel anders. Dus? Dus, hoor je dat? Dus wat gaan we doen in Tokio? Wij moeten eerst plaatsen bij de team. Ja. Dus dat vind ik mooi.
Ik vind dat altijd mooi. Een competitie maakt beter. Ja, je hebt het nu over het team, want dat was jouw grote droom, hè? Ja, ja. Hè? Je bent altijd individueel naar de Spelen gegaan voor Egypte. Individueel voor wereldruiten spelen, voor alles. Alles. En jij dacht, ik heb ook nog een droom. Ik wil namelijk met het landenteam gaan. Ja, dat is heel anders. Als ik ben daar in de mijn eerste kampioenschappen was 2002 in Spanje. En dan is het elke keer, dan ben je helemaal alleen. En je ziet een team die zijn bij elkaar, die doen alles met elkaar. Dus dat geeft een rustig gevoel voor een bepaalde manier. Maar jij deed die uitspraak? Best bijzonder, want sinds 1960 volgens mij heeft Egypte zich niet meer geplaatst. Ja, ja, klopt. Nu wel. Ja. Nu hebben we echt goede routers. Hoe voelt dat? Ja, het dubbel. Het voelt dubbel. Het voelt aan de ene kant ben ik heel trots. En bij de andere kant, ja, ik moet beter alles voor elkaar hebben om in dit team te komen. Vol gas gaat hij. Ja, hij gaat ervoor. Oh, beetje onstuimig. Schitterend. Camera, hè? Hij houdt van iedereen. Hij houdt echt zelfs van iedereen. Zelfs van de camera. Ja, hij houdt echt van iedereen. Dus hij is familie. Ja, voelt dat zo? Ja, echt. Ja, echt. Niet misschien. Je hebt je hele familie achtergelaten. Ja. Je mensenfamilie dan. Ja. In Egypte. Ja. Maar dat was al heel anders. Omdat de eerste paar jaar was het natuurlijk heel moeilijk. Want je was 13, toen ging je naar Engeland. Ja. Voor jouw grote liefde, de paardensport. Ja, voor de paardensport. Mijn moeder kon niet, dat was dure sport voor ons. Dus als ik wou paardrijden, dan moet ze de hele maandelijkse salaris betalen om laarzen te kopen. Dat ging niet. Nee. Dat was niet haalbaar. Nee, dat was onmogelijk. En toen zei zo'n lief op zijn 13 en ga naar Engeland. Oh, zo makkelijk ging het niet. Nee, dat geloof ik. Zo makkelijk ging het niet. Nee, omdat mijn vader is overleden, dan heb je te maken ook met de familie van de vader. Mijn oom, iedereen. Ja, maar je kunt niet mij bijten. En dan, kan wel. We gingen naar een hele familiegesprek. En iedereen was tegen, dat is geen kans. Dus ik liep uit de kamer, heel chagrijnig. En dan, mijn moeder liep achter mij. Ze zei ten eerste, als je wil behandeld als een man, moet je nooit weg van een moeilijk gesprek. Ten tweede, ik ben mijn zoon, dus ik beslis uiteindelijk. Weet je zeker dat je wil gaan? Ik zei ja, dus hij had van die lange nagels en dan ging ze in mijn arm. Zei ze, als je gaat, je komt niet terug. Ik zei, dan doe ik dat. En toen ben ik weg en het is jammer dat ik heb die afspraak gemaakt, omdat ik wou elke dag terug die eerste 2 jaar zeker. Dat mocht niet. Nee, maar ik heb nooit, toen was het geen telefoons of zo, dus ik schreef brieven. En de eerste 2 jaar was heel moeilijk. En dan, iedereen was tegen haar ook, dat ze heeft dat beslissing. Ja. En toen ik kwam in Nederland wonen, dan woonde ik in een caravan de eerste paar jaar. En dan, heel gek, ik kwam met een vriend in die straat hier. En die straat is heel mooi, met bomen, lichtjes, alles. Ik zei tegen hem, oh wauw, wat een mooie straat. We gingen van hier naar Arnhem toen. En hij zei, hier wonen allemaal die, hier is duur en dit en dat. Ja, 20 jaar later ben ik een eigenaar in die straat, dus zeg het maar. If there's a will, there's a way. Zo simpel is het. Nu zijn ze allemaal, nemen haar als een voorbeeld. Jouw moeder leeft nog? Ja, ja. Is ze trots? Ja, iedereen. Dus, Ben je bekendheid in Egypte? Ja. Ja. Kun je daar op straat? Jawel, maar ik sta bijvoorbeeld op bussen. Ja, en op grote reclames op snelwegen. En ze schrijven altijd naast mij dat gewoon, je moet jouw droom volgen.
blijven geloven. En dat je wordt daar gewoon als voorbeeld gesteld. Of? Ja, als voorbeeld van... De Egyptische droom. Ja, je moet niet... Van de American dream. Ja, je moet niet opgeven. En dure sport of niet, of dit of niet. Dus gewoon doorgaan. Maar gewoon doorgaan, dat is iets wat in deze tijd lastig is. Karim lag op koers om voor de vierde keer op rij op de Olympische Spelen voor zijn geboorteland Egypte uit te komen. Ter voorbereiding was hij in Duitsland voor de grote prijs. Maar toen was daar plotseling corona. Mijn gevoel was extreem goed tot nu, de omstandigheden met alles. Ik bedoel, alle concoursen afgezegd, alles. Dus dit is heel moeilijk voor een paard die komt op de Spelen helemaal fit. Dat is net als voetballers of alles. Wedstrijd fit is anders dan thuis fit. En dus dat is voor ons allemaal... Het coronavirus, want daar hebben we het dan over. Hè? Jij was... In Duitsland? Ja, ik was in Duitsland. Ja. En dan opeens moesten we allemaal naar huis. Een grote prijs afgezegd. En het is rare tijden. Ja. Zullen we er zo over verder praten? Ik wil je even in actie zien. Oké. Kan dat? Ja, kan. Ja? Ja. Ik zei tegen jou een paar jaar terug, het allerbelangrijkste is een paard die blij is. Dus net als een mens. Als ze niet blij zijn, dan kunnen we doen wat we willen. Kom je mee? Maar ik wou dat bij mensen zo werkte. Een paar snoepjes en tevreden en blij. Ja, maar is heel veel meer. Kom. Kom maar. Wij moeten de paarden gewoon fit houden. Dus elke dag gewoon trainen. En we wachten het af, net als iedereen. Om een paard super fit te krijgen, dan moeten ze eigenlijk twee keer per maand goed lopen in dikke wedstrijden. Om dat wedstrijdritme te krijgen. En dat is nu niet aan de orde. En maar voor iedereen hetzelfde. Ja. Dus eigenlijk... In topsport verlies je veel om goed uiteindelijk te kunnen. In ons sport of voetbal, je verliest veel. En niet elke week is goed de resultaten. En dan heb je de ritme en dan brengt het jou naar de goede resultaten. Maar met heel veel downs. Dus eigenlijk alle mensen moeten nu leven als topsporters. Gewoon blijven volhouden en... blijven doorgaan. Ervaren wij ook eens hoe dat is. Ja. Dat is echt... iedereen in mijn beleving moet nu als topsporter leven. Gewoon tegenslagen. Of gewoon... de andere optie zeg ik altijd. Dan hoef je niet in de schijnwerpers. Kun je gewoon thuis zitten. En dan verlies je niks. Hij is snel hoor, hij is sneller dan die tijd van Doyce. Hij moet nu iets minder risico nemen eigenlijk. Hij is sneller, hij heeft tijd over. Oh, dat gaat maar net goed. Een fantastische rit hoor, van Karim El Sogbi. Stel nou, het spelen gaat niet door. Dit wel verandert veel voor mij, omdat daar ben je niet, daar ben ik mee bezig al. Ik zei tegen jou, de paarden heb ik sinds 3 maanden oud. En mijn vrienden en ik, dat is Van Koten, en die ken ik al heel lang. En wij noemden de paard van jong af aan Tokio. Dan gaat ze rollen nu. En dat is, dat moeten ze wel voor mij doen, voor de rug en alles. En dan is dat heel belangrijk. Ik ben niet gewend aan een pauze.
Dus dat is een verplichte pauze. Die had ik 2 jaar terug. Ik had een blessure, dus ik was bijna een jaar oud. En dat wou ik nooit meemaken weer. Maar oké, dat moeten we allemaal meemaken. Gezondheid is nu belangrijker. Zeker, zeker. Maar gewoon doorgaan. Gewoon vind ik dat iedereen zit in dezelfde boot nu. Ja. Dus... Volg je ook de situatie in jouw geboorteland Egypte? Ja, eigenlijk daar maak ik ook heel veel zorgen om. Omdat hier woon ik goed, is er ruimte, woont mensen hier goed. En in Egypte zijn er armoede en dan wonen heel veel mensen in kleine plekken samen. Hele gezinnen van 7, 8 mensen wonen echt in een niks, in een grote kamer. En dat heb je overal. Dus de ziekenhuizen en alles is niet als hier. En door de armoede gaan die mensen blijven werken. En ze gaan door. Thuis zit er geen optie? Nee. Nee, daar is zeker geen optie. Ga je oud worden in Nederland? Ja, hier is mijn... Ik heb overal gewoond, echt overal. Maar ik zeg altijd tegen iedereen, follow your heart in leven. En jouw hart volgen in allerlei dingen. En moment dag 1 dat ik ben in Nederland gekomen, voelde ik, dit is het. En nu 20 jaar later is... dit is echt... als ik ben naar Concours, 2 weken, dan mis ik Nederland zoveel. Ja, dan wil ik zo graag terug. Ik kan niet zonder. Nee, echt niet. Maar alles hier. Voor mij is dit... ik zeg altijd, I'm blessed. Van één land naar de andere. En zoveel landen gezien, maar hier is het toch anders. Ja, we hebben het nu over de Spelen, maar we hebben het ook over de gezondheid. Ja, veel belangrijker, toch? Dan is het maar sport. Ja, nu zie je wel dat het maar sport is. Ja, en voor iedereen overleven alles. Dus eerst gezondheid en dan de zaken moeten... Dat wordt moeilijk voor iedereen, voor ons ook. Er komen geen wedstrijden, dus je kunt niks winnen. En dan paarden kosten elke maand hetzelfde. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt met iedereen. Maar net als ik zei, mensen moeten allemaal als topsporters leven nu. Gewoon tegenslagen en gewoon doorgaan. Nou, dank dat we hier mochten zijn vandaag. Ja, blijf gezond. Ja, dat is het. Blijf je volgen. Ja, graag. Dank je wel. Dank je wel voor jullie. Naar het verhaal van springruiter Karim El-Zoghbi, die dus nog een extra jaartje heeft om te trainen voor Tokio met zijn nog jonge paard. Wij wensen Karim en al die sporters met een Olympische droom heel veel succes het komende jaar. En Karim zei het al, op dit moment beoefenen we allemaal dezelfde sport. Bedankt voor het kijken en blijf gezond. Nou, dat is fantastisch hoor. Prachtig. Sympathieke ruiter deze. Dit is de eerste plaats. Koning kan er ook van genieten. Mooi. Heerlijk.